Dit programma is mede mogelijk gemaakt door familiepretpark Julianatoren. Hij woont in een toren, daar is hij geboren. Hij speelt alle dagen en maakt plezier. En zij houdt van swingen, van dansen en zingen. En iedereen is altijd welkom hier. Jules de Muis, hij is je vriendje. Julia, altijd vrolijk en blij. Kom je mee, dan gaan we samen het avontuur achterna met Jules en Julia. Welkom bij de Julianatoren. Komt u verder. Goedemorgen. Oh, wat leuk dat jullie er zijn. Zeg hallo. Welkom bij Julianatoren. Je bent van harte welkom hier. Welkom bij Julianatoren. Heb je ons een zin in een dag plezier? We zwieren en zwaaien, we rollen en vertrekken. Kijk eens aan, lieverd. Die is voor jou. Alsjeblieft. En die is voor u. Dankjewel. Alsjeblieft. Eet smakelijk. En veel plezier, hè. Hoi. Kijk uit voor die indiaan, Julia. Ik vang hem met mijn lasso, Jules. Goedemorgen, Jules en Julia. Goedemorgen, meneer Kaasschaap. Oh, wat is de prachtige dag vandaag. Vinden jullie ook niet? Ja, hoor. Ja. Het is weer een mooie dag vandaag. Een mooie dag? Het is een prachtige dag. Meneer Kaasschaap, is er soms iets aan de hand? Nee, niets bijzonders. Hoezo? Nou, u bent zo, vrolijk. Maar ben ik dan niet altijd vrolijk? Jawel hoor. U bent altijd wel vrolijk. Mm. Maar vandaag bent u wel heel erg vrolijk. Ja, het lijkt wel alsof u... verliefd bent. Verliefd? Nee hoor. Ik ben gewoon heel vrolijk. Omdat, dat ik... Zie je wel, Hugh? Volgens mij hebben we gelijk, Julia. Oké. Nou, misschien ben ik een beetje verliefd. Een heel klein beetje dan. Maar op wie bent u dan verliefd, meneer Kaasschaap? Zeg ik niet. Volgens mij, hè, bent u een beetje verliefd op mevrouw Suikerspin. Hoe weet je dat? Ach, dat ziet toch iedereen? U bent altijd extra vrolijk als zij in de buurt is. Weet mevrouw Suikerspin al dat u verliefd bent? Nou, dat denk ik niet, Julia. Maar vandaag gaat daar verandering in komen. Want ik ga straks mevrouw Suikerspin vragen of dat ze met mij uit wil gaan eten. Oh, wat een goed idee, meneer Kaasschaap. Ja, en zo romantisch. Doe een beetje voorzichtig vandaag, hè? Ja, meneer Kaasschaap. Goed zo. Tot straks, jongens. Doei. Die gekke meneer Kaasschaap. Nou, kom op, Julia. Dan gaan we op cowboyavontuur. Yeeha! Nee, natuurlijk niet. Nee. Ze weten toch helemaal niet dat wij hier zijn? Die muizen spelen gewoon een spelletje. Oh, wat leuk. Zullen we vragen of we mee mogen spelen? Nee, natuurlijk niet. Wij zijn toch niet uit de gevangenis ontsnapt om mee te spelen? Nee, maar om wraak te nemen. En ik weet precies hoe wij dat nu kunnen doen. Mevrouw Suikerspin. Ik vind u echt de allerliefste van de hele wereld. Nee, dat is misschien wat te overdreven. Mevrouw Suikerspin, ik vind u heel erg aardig. Nee, dat is het ook niet. Dag! Ja, mevrouw Suikerspin! Mevrouw Suikerspin, ik heb een bosje bloemen voor u. Schuin afsnijden, in niet te koud water zetten. Nee. Mevrouw Suikerspin, ik ben verliefd op u. Julia, ik was net even... Het is een beetje met de verrassing, meneer Kaasschaap.
Oh, ik vind het zo spannend. Ik weet helemaal niet wat ik tegen mevrouw Suikerspin moet zeggen. Ik heb een bosje bloemen voor haar gekocht en chocolaatjes. Maar de doos is bijna helemaal leeg. Ik had van het oefenen een beetje honger gekregen. Maakt u zich maar geen zorgen, meneer Kaasschaap. Julia en ik zullen u helpen. Mevrouw Suikerspin zal vast ja zeggen. Nog even, en dan ben ik. Wij, de baas van de Juliana-toren. Kom mee, begrijpen we. En dan geeft u de bloemen. En de chocolaatjes? Wanneer geef ik dan de chocolaatjes? Laat de chocolaatjes maar even zitten. En dan vraagt u, lieve mevrouw Suikerspin, wilt u misschien vanavond met mij uit gaan eten? Lieve mevrouw Suikerspin, wilt u misschien vanavond met mij uit gaan eten? Goed zo, meneer Kaasschaap. Ziet u wel, het is niet zo moeilijk als u denkt. Ik hoop zo dat mevrouw Suikerspin ja zegt. En dat gaat vast goed komen. Als jullie anders even buiten gaan spelen, dan ga ik nog een paar keer oefenen. Dankjewel, jongens. Graag gedaan, meneer Kaasschaap. Dag, mevrouw Suikerspin. Hallo, mevrouw Suikerspin. Bent u daar? Wat jammer. Dan probeer ik het later nog wel eens. Hé, kijk nou. Een brief. Wij hebben Suikerspin ontvoerd. Niet de politie bellen, anders gebeuren er vreselijke dingen. Verdere instructies volgen via de telefoon. Oh nee, ik moet dit aan Jul en Julia gaan vertellen. Zou meneer Kaasschaap mevrouw Suikerspin al gevraagd hebben? Geen idee. Ik ben benieuwd hoe het is gegaan. Ik heb meneer Kaasschaap nog nooit zo verliefd gezien. Hij zal wel veel vlinders in zijn buik hebben. Vlinders in zijn buik? Dat kan toch helemaal niet? Nee, niet echte vlinders. Kriebels in je buik. Dat krijg je als je verliefd bent. Ze noemen dat vlinders in je buik. Ik dacht al, dat kan toch helemaal niet? Jul, Julia, eindelijk heb ik jullie gevonden. Meneer Kaasschaap? Wat is er aan de hand? Heeft mevrouw Suikerspin ja gezegd? Jongens, het is verschrikkelijk. Wat? Ik ging naar het Suikerspinhuisje om mevrouw Suikerspin mee uit eten te vragen. Ja? En toen vond ik deze brief. Een brief? Oh nee, mevrouw Suikerspin is ontvoerd. Maar dat kan toch niet waar zijn? Ik weet het zeker, ons plannetje gaat lukken. Weet u waar ze is? Ik weet verder helemaal niets. Er staat niets over in de brief. Er staat alleen in de brief dat we niet de politie mogen bellen. Maar als we verder niks weten, hoe moeten we dan weten wat we moeten doen? Meneer Kaasschaap, er staat toch in de brief dat ze u gaan bellen? Maar natuurlijk. Ja. Wat goed voor jou, Julia. Kom op, we gaan meteen naar het kantoor van meneer Kaasschaap. Oké. Okay. Ja. Het is gelukt. We hebben ze precies waar we ze willen hebben. Ja. We gaan bellen. Nu maar hopen dat ze snel zullen bellen. Ja, dat hoop ik ook, ja. Want anders vinden we mevrouw Suikerspin nooit meer. Oh, de telefoon. Huh? Zouden dat de boeven zijn? Neem op, meneer Kaasschaap. Ik neem wel op. Met meneer Kaasschaap?
Hallo? Dacht u nou echt dat u van ons af was? Kaasgraaf? Hallo? Wie is daar? Met wie spreek ik? Ach, weet u dat nou echt niet, maar wij zijn toch vrienden? Oh, jullie! Ik had het kunnen weten! Jullie miezere, kleine onderkruipsels! Waar is ze? Wat moeten jullie van haar? Ach, wij moeten helemaal niets van haar. De vraag is... wat moet u van haar? Is ze in orde? Laat me haar stem horen! Ja, ja. Oh, dat zal helaas niet gaan. Wij hebben haar verstopt op een plek waar je haar nooit zult vinden. Ja. Waar is ze? Laat haar vrij. Ik doe alles wat jullie willen. Alles? Nou ja. Wij willen namelijk de baas van de Julianatoren worden. Wat? Nooit! Dat gaat nooit gebeuren, hoor je me? Nooit! Oh, nee. Nee! Nou, als jij Suikerspin nooit terug wilt, dan zal dat wel moeten. Ze willen haar alleen vrij laten als ik ze de baas van de Julianatoren laat worden. Maar dat kan toch helemaal niet? Nee. Dat zou een ramp betekenen. Oh, wat moeten we nou doen? Mevrouw Suikerspin mag niks overkomen. Maar ik kan die boeven toch ook niet zomaar de baas van de Julianatoren laten worden? Maar dan gaan we er toch voor zorgen dat dat niet hoeft te gebeuren. Wat bedoel je, Jul? We moeten die boeven gaan vangen. Maar dat kunnen wij toch helemaal niet? Waarom niet? De opa van mijn opa was een hele stoere cowboy. Hij ving ook altijd boeven met zijn lasso. Dat is waar, Jul. Dat kunnen wij ook. Maar we weten alleen niet waar die boeven zijn. Zouden dat de boeven weer zijn? Neem op, meneer Kaasgraaf. Ja. Hallo, met meneer Kaasgraaf? Meneer Kaasgraaf, er is hier iemand die met u wilt spreken. Ach, meneer Kaasgraaf, help! En heeft u nu uw zin? Suikerspin is oké, voor nu. Als jullie haar iets hebben aangedaan, dan zullen jullie er spijt van krijgen. Oh. Rustig, meneer Kaasgraaf. Ja. Ach, meneer Kaasgraaf, u lijkt wel een beetje verliefd. Verliefd? Ons voorstel staat nog steeds. Als jullie Suikerspin terug willen, dan zul je ervoor moeten zorgen dat wij de baas worden van de Julianatoren. Tot die tijd houden wij haar hier vast op een plek waar je haar nooit zult vinden. Ja, en ze durven haar toch niet te komen halen. Hier, in het spookslot. Huh? Wat zei je daar? Hij zei, en ze durven haar toch niet te komen halen. Hier, in het spookslot. Huh? Ik bedoel... Het spookslot. Die domme boeven. Ze hebben hun mond voor mij gepraat. Ja. Julia. We gaan boeven vangen. Okay. Kom op. Ach, zo meteen komen die muizen. Ik snap er nou helemaal niets meer van. Eerst wilde je niet dat ze hier naartoe kwamen. En nou in één keer wel. Wat gaan we nou met ze doen? Nou, wat denk jij zelf, hè? Knuffelen? Knuffelen? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Oh ja, jammer. Ik vond die muizen zo zacht en zo knuffelbaar. En vooral dat meisje, dat was zo lief. Denk nou eens eventjes na. Oeh, ik weet het. Ik weet het. We gaan ze kietelen. Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Wij gaan ze natuurlijk vangen. Fantastisch verrassen! Ah, stop maar! Als die domme directeur en die twee muizen straks komen, dan gaan wij ze natuurlijk vangen. En dan zijn wij voor eens en voor altijd van dat trio af. En dan word ik... Wij, de baas van de Julianatoren. Kom op!
Oké. We zijn bij het spookslot. Mm. Tijd om boeven te vangen. Ja. Jules, weet je zeker dat je dat wel kunt? Natuurlijk kan ik dat. Oh, Jules, wat ben jij dapper. Sst. Volgens mij hoor ik iets. Ik hoor helemaal niets. Volgens mij verbeeld jij je gewoon wat. Die muizen komen eraan. Wat moeten we nou doen? We moeten Suikerspin verstoppen. Kom mee. Laten we snel gaan zoeken. Oké. Oh, Jules, wat is het hier donker. Voorzichtig. Dit is het plan. Zodra die drie eraan komen, dan gooi jij dit net over ze om ze te vangen. Maar ik weet niet of ik dan... Ga maar. Jij vangt ze met dat net en anders zwaait er wat. Zo is het genoeg. Ga jij dat hokje doen? Dan ga ik daar op de uitkijk staan. En zodra die drie eraan komen, geef ik jou een seintje. Oké? Oké. Oh, waar zouden ze nou toch zijn? Ik heb nog niemand gezien. Jij wel, Julia? Nee, ik zie ook niks. Meneer Kaasschaap, doe uw ogen open. Zoek nou mee. Ik durf niet. Ik vind het spookhuis zo eng. Meneer Kaasschaap, kom nou. We moeten mevrouw Suikerspin vinden voor het te laat is. Dat is echt het engste spook wat ik ooit heb gezien. Ze komen eraan. Snel! Kom hieruit! Hou je mond geweest, spook. Oliebol, ik ben het. Haal me eruit. Oh, sorry, baas. Wat is het hier toch donker? Deze kant op, jongens. Voorzichtig. Ach, hier zijn die drie ons al voorbij. Het is tijd om over te stappen op plan B. Plan B? Ja, plan B. Wij gaan weg uit dit spookhuis. En wij zoeken een andere verstopplaats voor Suikerspin. Een goed idee. Maar waar is de uitgang? Volgens mij moeten we die kant om. Volgens mij moeten wij die kant om. Ach nee, die kant. Begrepen? Begrepen. Nou, hier zijn ze in ieder geval niet. Oh, zouden ze snel weggegaan zijn omdat ze wisten dat wij zouden komen? Ik snap er niks van. Ze kunnen bijna niet weg zijn. Misschien zijn we toch te laat. Oh, nee. Volgens mij zijn wij nou al drie keer hier langsgekomen. Ach, hou nou toch eens je mond. Zodra we hier uitkomen, reken ik voor eens en altijd af met die stomme muizen en die directeur. Al is het het laatste wat ik doe. Kom mee, naar de uitgang. Oh, die arme mevrouw Suikerspin. Ik wil zo graag iets voor haar doen. Ik heb een idee. Wij gaan haar zoeken. Maar wat nou als de boeven bellen? Daarom blijft meneer Kaasschaap bij de telefoon. Ja. Dan gaan wij naar het park om mevrouw Suikerspin te zoeken. Goed idee, Jules. Eindelijk los. Oh nee, wat moet ik nou? Oh, ik moet hier weg voordat de boeven mij vinden. Met meneer Kaasschaap?
Ja, meneer Kaasgraaf, het poffertjesbeslag is bijna op. Wat? Het poffertjesbeslag bijna op? Ja, maar dan moet je zorgen dat er nieuw beslag komt. Nou, los het even op, wil je? En niet meer bellen, want ik probeer de lijn vrij te houden voor een heel belangrijk telefoontje. Ja, maar... Met meneer Kaasgraaf? Goedenavond, meneer Kaasgraaf. Wilt u nieuwe saté proeven? Nee, luister eens even. Ik wil niet de nieuwe saté proeven. Ik heb wel wat belangrijkers te doen. Nou, en niet meer bellen, want ik verwacht een belangrijk telefoontje. Nou, beschikken. Oh, een uitgang. Als jij niet zo dom was geweest, hadden wij niet de hele nacht in het spookslot gezeten. Oh, en ik vond het zo eng. Ik hoop dat ik nooit meer dat enge spookslot in hoef. Ach, het enige wat wij nu nog moeten doen, is een andere verstopplaats vinden voor die suikerspin. Waar is ze eigenlijk? Huh? Jij had haar toch meegenomen? Jij had haar toch meegenomen? Oeh, holy bol! Dan moeten wij weer terug in dat spookslot om haar te zoeken! Dat durf ik niet! Het moet! Oh, waar is de uitgang? Oh, waar is die uitgang nou? Oh. We hebben heel het park doorzocht en mevrouw Suikerspin niet gevonden. Nee. Hebben de boeven al gebeld? Nee. Ik word de hele tijd gebeld door van alles en iedereen, maar niet door de boeven. Oh. Met meneer Kaasgraaf? Ja, meneer Kaasgraaf. Nou is de poedersuiker weer op. Wat? De poedersuiker op? Wat heb ik nou gezegd? Regel het zelf! Maar meneer... Waarom hoor ik nou niks van de boeven? Oh, nee! Wat is er? Ze is weg. Ze is ontsnapt. We moeten haar snel vinden. Ja. Oh, de uitgang. Daar is ze. Daar is ze. Nee. Kom mee. Kom mee. Ja. En nu is het klaar. Stop met bellen. Los het zelf op. Wat? Maar wil jij die suikerspin dan helemaal niet terug, Kaasgraaf? Maar natuurlijk. Nou, dan geven we jullie nog één kans. Kom naar de paardenbaan en maak ons de directeur van de Julianatoren. En dan laten wij die suikerspin vrij. We moeten naar de paardenbaan. Wat? Waarom? De boeven hebben mevrouw Suikerspin daar vast. Oh, maar wat moet ik nou doen? De boeven mogen niet de baas van de Julianatoren worden. Maar mevrouw Suikerspin moet wel vrij. Ja. Zo, nu gaat het ons eindelijk lukken. Straks komen ze hier naartoe. En dan zijn we eindelijk verlost van die domme directeur en die twee stomme muizen. Ja. Nou, kom op. Maak die handboeien los. En dan binden we er vast aan de totempaal. Oké. Oh nee! Oh nee! Oh nee, wat? Ik kan die sleutel van die handboeien niet vinden. Volgens mij ben ik hem verloren. Stommeling! Stommeling! Ach, straks komen ze hier naartoe. We kunnen jullie hier toch niet samen achterlaten? Nee. Nou, nee. Oh, maar wat moet ik nou toch doen? Maakt u zich maar geen zorgen, meneer Kaasgraaf. Huh? Ik heb een plan. Wat goed, Jill. Oh, het lukt niet. Ik krijg die handboeien maar niet los. Ach. Wat moeten we nou doen? Ze kunnen ieder moment hier zijn. We moeten hier weg. En een manier bedenken om jullie van elkaar los te maken. Ja. Kom. Ah. Oh. Oké. Ja. Ik sla die ketting stuk. Ja. Hey. 2, 3. Wegwezen! Mooi, hè, Jules? Heel mooi, Julia!
Oké, luister goed. Dit is het plan. Meneer Kaasgraaf, u laat de boeven de baas van de Julianatoren worden. Wat? Maar dat kan toch helemaal niet? U geeft ze uw hoed. Dan denken zij dat ze de baas zijn van de toren. En dan vang ik ze met mijn lasso. Maar wat nou als het misgaat? Geen idee. Laten we nou maar hopen dat het gaat lukken. Kom op. Oké. Als jij er niet was geweest, dan was mijn plannetje al lang gelukt. Sorry, baas. Ja, maar jullie moeten... Sst, hou je mond. We moeten zorgen dat die handboeien loskomen. Kom mee. Kom mee. Weet je zeker dat dit gaat lukken, Jul? Meneer Kaasgraaf, het komt allemaal goed. Dat beloof ik. U weet wat u moet doen, toch? Ik geloof het wel, ja. Julia, ben jij er ook klaar voor? Ik denk het wel, Jul. Oké. En meneer Kaasgraaf, doe voorzichtig. Dankjewel, Jul. Meneer Kaasgraaf, doe nou voorzichtig. Hallo? Is daar iemand? Ik weet dat jullie er zijn. Kom maar tevoorschijn. Jullie krijgen wat jullie willen. Waarom komen ze nou niet tevoorschijn, Jul? Geen idee. Misschien moeten ze nog komen. Laten we nog even op de uitkijk blijven. Ze zouden hier ieder moment moeten zijn. En dan vang ik ze met mijn lasso. Goed plan, hè? Ja. Oh, ik hoop maar dat ze snel komen. Want mevrouw Suikerspin mag niks gebeuren. Oh, wat nou als we haar nooit meer terugvinden? Meneer Kaasgraaf. Oh, nee. Geef het maar op. Die muizenvriendjes kunnen je niet langer meer helpen. Nou, kom op met die hoed. En dan ben ik zo meteen de baas van de Julianatoren. Waar is mevrouw Suikerspin? Nooit zullen jullie de baas van de Julianatoren worden, hoor je me? Nooit! Meneer Kaasgraaf, denk aan ons plan. Als jullie haar ook maar iets hebben aangedaan, dan zullen jullie daar spijt van krijgen. Nou, rustig maar, Kaasgraafje. Zo! Oh nee, mevrouw Suikerspin! En nu is het afgelopen met die flauwe praatjes. Of ik word de baas van de Juliana... Oh ja, wij worden de baas van de Julianatoren. Of je ziet Suikerspin nooit meer terug. Oh nee, wat nu? Nooit! Oh, meneer Kaasgraaf. Meneer Kaasgraaf, geef ze de hoed. Denk aan het plan. Oké. Vanaf nu zijn jullie de baas van de Julianatoren. Maar dan moeten jullie mevrouw Suikerspin vrijlaten. Afgesproken. Ja, nu ben ik eindelijk de baas van de Julianatoren. Laat haar vrij. Oh ja, natuurlijk. Laat haar vrij. Ja. Oh, baas, die handboeien. Meneer Kaasgraaf, heeft u misschien een zaagje om die handboeien even los te zagen? Oh, maar dat is helemaal niet meer nodig. Kijk nou! Ik had de sleutel. Wat? Nee! Hoe kan dat nou? Rennen! Vang ze met je lasso, Jul! Dat is niet meer nodig, Julia. Nee! Dank u wel. Oh, Jul, gelukkig is alles goed gekomen. Inderdaad, Julia. En hopelijk worden die boeven nu eens en voor altijd opgesloten, zodat niemand meer last van ze zal hebben. Ja, dat hoop ik ook. Mevrouw Suikerspin? Ja? Ik vind u heel erg aardig. En daarom dacht ik misschien
dat... Wat is dit warm, zeg. Misschien dat u wel met mij vanavond... Ik zou niets liever willen, meneer Kaasgaaf. Dit is nog niet afgelopen. Nee. Wij krijgen ze nog wel. Ja. Oké, jongens en meisjes. Zijn jullie klaar om een echte cowboy te worden? Ga maar staan en doe maar mee. Doe je linkerhand naar voor en je rechterhand opzij. Zet vier stappen, we gaan klappen van je 1, 2, 3. Doe je rechterhand naar voor en je linkerhand opzij. Zet vier stappen terug naar daar. Pak jullie lasso, dan gaan we zwaaien! Zwaai met je lasso! Schiet met pistolen! Pief, paf, poef! Doe je linkerhand naar voor en je rechterhand opzij. Zet vier stappen, we gaan klappen van je 1, 2, 3. Doe je rechterhand naar voor en je linkerhand opzij. Zet vier stappen terug naar daar en de cowboydans is klaar. Wow, jullie kunnen echt goed dansen! Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op en doe maar mee. Rij op je paard. Zwaai met je lasso. Schiet met pistolen. Pief, paf, poef. Maar kunnen we niet nog iets anders verzinnen? Dan is het nu tijd voor iets spannends. Oh. We gaan op zoek naar indianen. Zoeken jullie mee? Oh, wat spannend! Kijk in de verte. Kijk, kijk. Rij op je paard. Zwaai met je lasso. Schiet met pistolen. Piep, paf, poef! Doe je linkerhand naar voor en je rechterhand opzij. Zet vier stappen, we gaan klappen van je 1, 2, 3. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Familie Pretpark Julianatoren.